Ik ben serieus net een klein uurtje wakker. En ik heb prima geslapen. Mag ook eens een keer gezegd worden. Gelijk ontbijt, dus wakker worden, let op mij nemen. Ga mooi dag van maken. Het wordt samen met je uit, lekker wakker worden. Lekker ontbijtje en mijn toppie. Zo mensen, nieuwe dag, nieuwe kansen. Prima geslapen, positief tijd challenge. En vandaag, zaterdag, dus tijd even gaan. Ik moet het een fijne dag maken. Je kent het. Oh, lieve mensen. Even een keer aan de andere kant vloggen. Gewoon dat kan. Allereerst welkom bij deze dag voor mijn leven. En ik ga vandaag voor jullie de was eruit halen. Opruimen. Ik heb een video van vandaag over het allereerst toegeven dat ik aan masturberen doe. Uitleg over geven hoe je het beste om kan gaan met stress. Dan moet je het beste negativiteit omgooien met positiviteit. Dat als je geen vriendin hebt, dat je het gewoon positief houdt. En dat je gewoon, ja, gewoon. Ik wil vandaag ook klaarkopen en zo. Ik ga ze in de koe zetten. En dan wil je een chicken bowl gehad. Dat is echt gezellig. En warme kaas. Daar hebben ze mooi van iets. Mensen, ondanks hoe deze week is geweest, we kijken dan wel positief. Dan zie ik wel dat God zijn wegen leidt. En weet gewoon dat dingen wel goed gaan komen, weet je. We moeten gewoon voor me houden, gewoon privé houden. Dat is heel belangrijk. Maar allereerst, welkom terug bij deze nieuwe dagvlog op mijn kanaal. Rustig aan omhoog, niet twee dag. En ik ga straks weer een keer in Veendal met mijn moeder. In Veendal toe. Ga eens gaan ijs gaan kleding kopen en zo. Deze week, alles wat besproken is, deze week moet ik gewoon privé laten. Ook niet in vocht, dat is gewoon privé. Maar ik hoop dat het een goede tijd tegemoet gaat en dat het al een beetje bijdraait. En dat het een goed weekend wordt. Mooi sandwich. Yo, ik heb lekker gedoucht. Ik heb lekker geslapen. Lekker uitslapen, lekker ontbeten. En nu lekker ontdekt naar mijn ouders. Yo. Grijs, maar komt goed. Yo, yo. Hey, wat voor schoenen vindt u mooi dan? Jij bent van, of u, jij, jou. Zo. Ik kan wel vrouwen laten. Oké. Okay. Mooi man. Zijn echt mooie schoenen. Hè? Huh? Leuk. Leuk man. Hey, fijne dag hè, geniet ervan. Push op hè, pull op hè. Positiviteit. Goedemorgen lieve mensen. Goedemiddag lieve mensen. Oh nee, goedemorgen. Halve. Oh. Oeh. We zijn terug in Randwijk. Helemaal top. Jojo, lekker weekend al. Jo. Mensen, je hoesje is binnen. Hartstikke nice. Let op. Helemaal top hier. Jo. Jongens, heerlijk. Hoesje binnen, helemaal top. Jo. We gaan de wagen hier toe. Gaan we bij de IWIS met mijn vader. Even beeld laten bijstellen. We gaan even daar naar Veendal toe. Gaan we kunnen kopen voor de surprise, voor je thuis, voor je handwijk. En dan gaan we lekker Veendal winkelen. Ik heb zin in. En positiviteit is heel belangrijk, mensen. Dus misschien wel komt het leuks uit qua kleding. En ik ga naar vakantie boeken. En vanavond komen ook Bromi hier, want mijn zusje en vriend zijn ziek. Dus gezellige dag voor de positiviteit. God is met ons. En mensen die niet bij ons zijn momenteel, die zijn gewoon gedachten bij ons. Komt allemaal goed, geniet veel dag. Positiviteit. Wist jij dat je s'nachts rond een uur of één geen politie kan vinden in Veendal? In Veendal? Is dat zo? Oh? Ja. Hij putt s'nachts dan? Bedrijf, dus dan hebben we een Nederlandse. Ja, dat ga ik niet zeggen. Je hebt zo'n staartlamp bij de auto. Ja, en nog een hockeystick als je. Ja, dan stap je uit, dan pak je straat en je hockeystick en dan ram je op. Mensen, we zijn er. Brooklyn, ik heb winkel. Jojo, een topje. Gevonden mensen, dit heb ik dus op mijn kamer van die lampjes. Super grappig, super grappig. Maar gaat goed? Ja? Mooi. Hij heeft toch een mooie jas aan? Zet je leuk? Yes. Leesjes. Super leuk dat ik van Brooklyn. Ben je nou nu? Even een kort videootje. Moeder aan het winkelen. We gaan zo meteen naar kledingwinkels, bekijken ze erna en zo. Leuk winkelen, altijd leuk. En positiviteit. Joep. Hartstikke nice. Hoi jongen. Ik zeg wel de moois. Hij is gaaf hè? Ja toch? Jo. Oh, dit is echt van mijn heel leieren pijpen. Ja, ach ja. Lekker in de winkel. Hi. Je lachen? Die is leuk! Weet we. Zo. Maar ja, dus je zit niet tegen de muur aan. Dat zeg je toch? Oh. Ja. Zo mensen, die ontbaden. Goed zo mensen. Goedemiddag, welkom terug op deze nieuwe dag. Live video, dagvlog op mijn kanaal.
Ik ben in Randwijk. Let op. Heel nieuw hoesje, als ik er blij mee. Een hele vol bed. Gaan we even netjes opruimen. Ik laat het raam even open. Ik laat de gordijn even open. Van wat mooi is. Even hoe mooi, mensen. Kijk dan, joh. Wow, joh. Mooie lucht. Het is echt niet. Echt prachtige lucht. Hartstikke nice. Welkom terug op deze dag live video. Dag voor op mijn kanaal. Dit is een extra shoplog. Gewoon dat kan. En dan ondertussen ga ik even een ander liedje opzetten. Gewoon dat kan. En dan kun je het zelf vinden. En laten we gaan beginnen met deze dagvlog op mijn kanaal. Of deze extra shoplog. Ja, ik kon zitten jullie wat vertellen. Ik heb dus heel lange tijd geen boeken meer gekocht. Ik heb eigenlijk een nieuwe kleding, hartstikke blij mee. En ik heb hele sick, super gave kleding erbij. Dus let's go. Yes. Verder aan het begin en positief ga ik nog een paar dingen tegen je zeggen. Het is echt, het was echt druk in de stad, heel druk in de stad. Maar voor de rest wel, wel verder relaxed verder. Het zal sowieso wel positief te houden, ik word heel veel trouwens net, maar maakt niet uit. Oké, lieve mensen, ik heb een uitleg voor jullie. De dagvlogs gaan niet zo lang meer worden als eerst. Ik heb besloten om de dag voor korter te maken, wel routine en avondroutine, dat wel. Dat is... Alle pesterijen die deze week zijn geweest op Snap en alle mensen die mij hebben geplaagd, wat dan ook, vergeef ik. Let op. Ik heb hele gave nieuwe schoenen bij de sportwinkel in Veenendaal gekocht. Ik ben daar hartstikke blij mee. Nou, het zijn echt hele mooie. Er staan de fem ziek op. Ik ga ook even de lamp aanzetten, gewoon als het kan. Kijk eens, mensen. Even. Echt Adidas Originals. Hele mooie ZX. Echt hele mooie padda's. Ik ben echt blij mee. In mijn toppie. Ik ga ze morgen inlopen. Hartstikke nice. We zijn dan aan de kerk. Ik ga niet mee tijdens naar dienst. Dus dat gaan we sowieso niet doen. Maar we gaan wel. We mogen dooddienst en zo. Dus, het is heel simpel. Dat eerste item. Zijn gewoon eigenlijk gewoon simpele wintersokken. We hebben een CNA gekocht, hebben hartstikke nice, mijn moeder en ik. Dus dat is hartstikke mooi, vind ik hartstikke leuk. Het tweede item is een broek. Gewoon een grijze, slim fit broek. Hij lijkt heel erg groot. En dan een t-shirt blouseje die daar hangt. Met een mooie schoen eronder. Natuurlijk een mooi bedje, kijk, hartstikke mooi, hartstikke blij mee. Maar nu komt het allermooiste mensen, want dan denk je misschien van, hij heeft nieuwe kleding gekocht, dat heb ik zeker. Korting gehad, hartstikke nice. Ik heb deze broek nog erbij gekocht, ook hartstikke nice. Daar was ik blij mee. Ik ga even mijn telefoon negeren, want dit is even belangrijker. Maar, naartoe met een Jungle Kamaat L, met deze. Die is toch hartstikke gaaf, jongens. Mijn moeder die even een Jungle Look om laten zien, die ik mag kopen van haar. Zonder ritsen, nou prima. Hartstikke mooi, hartstikke blij mee. Eens keer het anders. Hier dan iets heel gaafs. Ik vind deze zo excited gaaf. Dit is gewoon een hoodie. Dit is een hoodie, die past bij de broek, hartstikke nice, ik ben er echt wel blij mee. En dat ik echt een warme kaas trouwens. Dat is echt heel fijn. Maar lieve mensen, terwijl ik dit zoveel gekocht heb, ik echt, ben echt veel. Weet ik, maar soms heb je gewoon veel nodig. Zo'n dingetje. Ik ben bij mijn ouders in Randwijk. Ik heb een sportief hoodie aan. Ik heb ook een mooie superstar die ik al heel lang heb. Ik heb deze al heel lang, al even heel veel jaren al. Voor mij, het is, ik denk dat precies 2 jaar. Ik woon natuurlijk al best wel lang met de Tatost. En geldt wel goed met mijn uitkering. Het is ook gewoon verder privé, ja, hoe zit het met financiën en zo. Want je ziet wel, ik loop met dure kleding, dure spullen. Maar dat is niet omdat ik zelf veel koop, veel betaal. Maar ja, eigenlijk. Oké, lieve mensen, het gaat gewoon niks aan jullie. Ik heb het heel vaak verteld. Mijn nieuwe vlogstatief. Ik heb nu een telefoon sinds het jaar. Ik ben best goed gewend. Let op hoe tassen, aanjas, sokken, kleding. En het is niet zo dat ik alles krijg van mijn ouders, maar het is dat ik er hard voor werk. Ik werk natuurlijk 5 dagen per week op zorgbedrijf. De video om uitleg te geven aan jullie, dat je hoeft niet altijd volop een goede baan en heel veel uur te werken om veel te kunnen kopen. Nee. Kijk, ik ben namelijk ook aan mijn Randwijk met heel veel dure spullen, heel veel dure dingen. En mijn andere kamer Wagen, die super modern is, super blij mee ben. Ik ben heel erg mis en ik ga morgenmiddag gewoon terug naar Wageningen. Hartstikke nice. Ik ga morgenmiddag voor jullie een speciale
livestream doen om het uit te geven op mijn kamer. Financiën vertellen, maar ik mag gewoon niet, ik heb niet de toestemming om te vertellen hoe het echt zit met financiën. Als je kijkt, je ervoor werkt, de afstemming heeft en ondertussen het PGB moet laten betalen. Ja, dan moet je toch weten van, kijk, als iemand aangeeft dat je de hele week moet werken en dan heet het moet werken, werken, werken. Dan werk je dat, dan mag je af en toe best een keer winkelen. Best een keer shoppen. En dat is gewoon, dat is als je een autisme hebt, beperk je wat ook en je woonbegeleid, op eigenzinnig, gezorgd. En je fietst 5 dagen in de week naar je werk en je mag het weekend uitrusten, dat is hartstikke mooi. Maar het zit zo bij ons, als ik op tijd naar handtijd toe ga, mag ik zondagmiddag eerder terug. En in deze tijd mag je wel weten dat God bij je is. We leven in een heel bijzondere tijd, de tijd dat Advent eraan komt, de tijd dat positiviteit in de wereld is. Maar ook dat er veel dingen aan de hand zijn. Er zijn veel mensen ziek, veel mensen moe, veel coronatijden. En daarom deze, blijf bidden, blijf er voor elkaar zijn. Blijf lief voor elkaar, wees er voor elkaar. En daarom wil ik een aankondigende hele gave Bbox remix. Er wordt vanavond gedropt, heel veel zin in, de Bbox coverkanaal. En ik ga het ook op mijn coverkanaal posten. Dus dat wou ik even zeggen. Heel veel plezier te kijken naar de volgende aflevering. De volgende aflevering zie ik je zo meteen weer. Het is inmiddels al 6:10. Jojo. Mooi. Ik ben heerlijk gegeten. Hebben lekker even avondeten op. Ik heb de borden afgeruimd, afgespoeld. Opgeruimd. Het was heel gezellig. Het was heel leuk. En nu ga ik het ervoor afsluiten. Vergeet niet te abonneren. Ik zie je heel snel morgen met extra video. Een avondroutine misschien straks ook nog. En een short natuurlijk ook. Dus geen tijd te abonneren. Een hele toffe dag gehad. Ik heb een paar YouTubers gereageerd. Ik heb er voor van Enzo nog gekeken. Van Ties. Van de Brommers. Superleuke vlog zijn het. En het mooi buiten is. Mooi, yo. En... Dus ja. Vergeet niet tijd te abonneren. Ik heb mijn baasje erbij te doen. Mijn vader. En volgende week ga ik misschien mijn haar bij. Dat is weer. Dat is leuk. Ik zal binnenkort uitleg geven hoe de band tussen mij en mijn jongste zusje is. Positiviteit is heel belangrijk, vergeet niet te abonneren. Ik zie jullie morgen op een volgende aflog. En morgen komt het iets eerder online, want dan kan ik de middag al terug in Wageningen ben. Dus vergeet niet te abonneren. Tot ziens, pull up.